mensen van YouTubers en welkom bij in Europa Park. Yo mensen! En we hebben al één video gemaakt over het Halloween seizoen, maar dat is niet echt een vette geworden, want we hebben niet iets gevonden. Maar ik heb nu wel een spookhuis gevonden laatst. Dus we gaan eens kijken wat er van te zien is. Ja, verder moeten we nog eens vragen of er misschien nog een ander spookhuis is. Waar bent jij? Binnen. Ah, daar. Kom binnen. Ah, oei. Ik was fout. Doe maar letters in mijn beeld. Halloween is bijna gedaan, mensen. Ja, ook in de pretparken die nog Halloween hadden gevierd, zoals Bobby Island, is het afgelopen. Want de pretparken moeten terug dicht, helaas. De Italiaanse, de Belgische en de Spaanse die zijn al dicht. De Duitse die moeten binnen een paar dagen ook dicht. Allee, wanneer dat deze video online staat, zijn ze waarschijnlijk al dicht. Ja. Dus met chance gaan we nog op de laatste dag naar Fantasialand kunnen gaan. En dan krijgen jullie een vlog te zien, een review van de Fly. Yes. Dus... Met Jonas erbij, mensen, dus dat wordt tof. Ja, Jonas gaat er niet bij zijn. Waarom niet? Waarom wel, nee. In Bloody Mary's Maison, dat is al één. Ik zet de muziek redelijk hard, want als er jumpscares zijn, dan moet je het wel horen. Dus we gaan tijdens het spookhuis niet al te veel zeggen. Allee, buiten dan dat Jonas waarschijnlijk de pannen van tak gaat kruisen. Dus hier komt hij, vol een bak muziek. En we gaan binnen. Wacht! What the fuck? Ja, ze wel. Dit was hem al of wat? Oei, dat was wel maar een klein spookhuisje. Maar wel chic gedaan, echt zo met characters, jongen. En jumpscares. Ik ben zelf niet verschoten, maar ja. Misschien gaat wel, de muziek stond vol een bak. Ja, dat was het spookhuis, heel klein. Dus nu gaan we even vragen of er nog iets te rapen valt hier, want anders moeten we... Nee, laten we anders moeten we een geisterschoss misschien mee pakken. Ja, misschien kijk ik kom erop af. Is er niks anders op? Oké, mensen, welkom in Italië. Dus dan gaan we, ja, geisterschoss. Pizza, Fred. Nee. Voor mij een beetje pizza. Ja, ik ben eerst. Het is weer met die enge voorshow waar dat wij vast zaten. Ja, oké, dan deze. Oké, there we go. Shit, hè. Oh, nee. Shit, ik hoor uw audio. Nu niet meer, hè? Ja, nu niet meer. Je werdet euren Spaß haben. Nun geht es abwärts. Oh, jongen! Ja, nu gaan we zo gezegd naar beneden. Ja. Dat gebeurt niet echt, natuurlijk. En daar komt Luc Bouwmans. Hoezo? Die en hij die daar opgehangen is. Goeie Luc Lutke! Luc Bouwmans. Oké, we gaan verder. Oké, we gaan verder. Ga maar aan de buitenkant zitten, dan zie je mij. Ja, als ik erin ga zitten.
Ja zeg, dit gaat automatisch, hè. Ja, dat is toch goed, hè? Ja, die kar die draait toch om, is dat boeit niet. Oké, audio iets luider. Nee, laat maar. De passe levé, passe passe. Ah, je moet niks aanraken. Ja, in dicht staan die poppen echt fucking dichtbij, dus als je wilt, kun je die poppen gewoon aanraken. Zoals die, ja, wow, lekker fretten. Hey, check dat eten, joh. Wanneer ik op, heb je dat gezeten of wat? Ja. Die kan niks, ja. Op dit stuk wordt er water op je voeten gespoten in dicht, dus dat is even een vies gevoel, hè. Waarom, jongen? Ja, een jumpscare, hè. Wel, op je voeten. Dus je schoenen worden nat? Tja, ja. En hè, hoe komt het dan uit de kar of wat? Ja, langs de baan, een tuinslang, erop. What the fuck? Ja, daar verschiet er wel even van als je dat niet ziet aankomen. Het jij ook aan verschoten? Ja, ik ben wel de eerste keer, joh. Ja, mensen, je zit schrik. Die jumpscare die gebeurt wel bij elke kar, want met dat systeem hier krijgt niet iedereen de jumpscares te zien. Ah. Dus maar... ja, anders zou je dat al voorhand kunnen zien bij de kar voor je wat er gebeurt. Alleen nu op Minecraft krijgen wij alle jumpscares te zien, nou, maar in dicht is aan mijn zin er zoveel tijd. Zie zoals de deze hier, een man die geëlektrocuteerd wordt. Dat zie je in dicht ook niet altijd. Wow! Hoe doen ze die armen, jongen? Ja. Belt er als stokjes. Oh, hangt iemand. Er hangt een lijken, jongen. Ja, yes. Het zijn skeletten die met slavernij bezig zijn. Nee, die is hier leven, maar die skeletten. Hier wordt iemand geopereerd. Nee, zo gezegd. Ja. Ah, hier. Die wordt geslacht, ja, jongen. Wat? Die is zijn lever aan het opfretten. Zeg, gaan we naar Europa Park samen, Daniel? Die ze pratende grafstenen. Ik vraag wel wanneer dat wij gaan, Jens. Quarantaine. Goed product, jongen. Ja, een dark white van MAC, natuurlijk. Ja. De oudste dark white van het park. Bij alles hier, MAC. MAC. Ja. Van de... toch, allee, veel. Van de acht... niet alle. Van de achtbanen is enkel Silverstar en WoW dan niet van MAC. En de Rapid is niet van MAC. Mm-hmm. Maar voor de rest. Ah ja, Voletarium ook niet. Ah ja. Ja, mensen. Oké. Ik vond het kind even opvragen. Aan het einde gekomen. Ja. Sick. Dit was weer een kleine Halloween video, de lessen van Europa Park. Het wil niet veel zeggen, dus. Nee.
Nou ja, even, dat was wel grappig. Ja, even het spookhuis meegepakt. Meegepakt. Dus dat was dit het, ja, de Halloween video weer. Een klein spookhuisje daar en spookhuis van het park. Dus tot de volgende video en ciao. Laters.